Hallo allemaal, we zijn vandaag weer bij een nieuwe Gamevlog 360 en dit keer hebben we, ik vind zelf, een prachtige game in de review. De beta van Battlefield 3 en ik heb weer Captain V Cookie bij me. Ja, en de beta van Battlefield 3. Nou, maakt niet uit. De beta van Battlefield 3, dat is lang wachten, maar hij is er al een tijdje. Ja, we hebben al best een stuk gespeeld. Ja, ik ook, geweldig. Ik had er heel veel zin in. En hij is er. Wat valt je op en wat vind je ervan? Wat me opvalt, het is wel een stuk anders weer dan Battlefield Bad Company 2. De maps zijn heel anders. Tenminste, de map die we spelen nu is anders. Ja, vind ik ook. Wat opvalt zijn natuurlijk bugs. Het is grafisch nog niet helemaal klaar, maar dat komt omdat het een wat oudere versie is. Dat is natuurlijk, ik verwacht van DICE dat het over is als we het echt spel hebben. Ja, dat verwacht ik ook wel. En kom op, hè, het is een beta. Dat zegt het. Iedereen beschouwt het heel erg als een demo, maar het blijft natuurlijk een beta. De rest vind ik het op zich wel gaaf. Dus, Ja, ik vind het wel een leuke beta. Ik heb de vorige Battlefields nooit gespeeld, behalve Bad Company 2. Ik vind het jammer dat ze in de beta geen map hebben gedaan met voertuigen. Dat vind ik echt jammer. Ja, dat valt tegen. Zo'n 3 dagen de Caspian Border map hebben ze gehad. En dat was alleen voor PC, dat is wel een beetje jammer. Ja. Ik vind het toch leuk dat we überhaupt een beta hebben. Ik heb niet zo heel veel games. Dat is waar. DICE heeft dat volgens mij alleen als er een nieuwe engine moet getest worden. Ik vind de maps die zijn wat meer richting Battlefield 2, Battlefield 2042. Het is wat lineairder. Het is wat minder gewoon één groot vierkant met allemaal huisjes erin. Ja, dat is wel waar. Ik vind ook deze map, hij is ontzettend gedetailleerd. En die stenen en zo in die metro, die glimmen helemaal. Echt zo realistisch. Ik bedoel, heel veel shooters hebben dan een beetje grijzige waas. Zoals COD ook. Maar dit is zo mooi met kleuren zo. Ik vind het echt heel mooi. Ja, en het wordt dus blijkbaar nog mooier. De gameplay die jullie gaan bekijken is dan dus een gameplay van Xbox. Dan moet je nog eens bedenken dat het ongeveer anderhalf keer zo mooi is op de PC. Ja, en als de beta is, als het echt spel uit is. Dan wordt het alleen nog maar mooi. Wat vind je trouwens van de klassenverdeling? Vind je het goed, slecht? Ik vind het wel vet eigenlijk dat ze dus nu Assault en Medic een soort van bij elkaar hebben gedaan door de Assault wapens te houden, maar dat je nog wel de D-Fit hebt. Dat vind ik echt een hele chille combinatie. Ja, ik vind het ook een goed plan. Het was ook zo in de voorgaande Battlefields. En het zorgt net iets gebalanceerdere klassen. Dus ja. De medic-klas in Battlefield Bad Company 2 is toch wel heel erg sterk, want de LMG's die zijn heel sterk, want je hoeft bijna niet te herladen. En ze zijn meestal gewoon goed, snel. En kan je er zelf dus genezen, en dat is toch wel een voordeel ten opzichte van de andere klassen. En nu heeft Assault dat, en dat is nu wel net iets eerlijker. Ik vind het wel goed. Ik vind het echt heel fijn. Ik speel nu ook heel veel met Assault. Nou ja, ik speel veel met Assault, ja. Dat is altijd, vind ik wel gewoon. Het is gewoon wat. Hoe heet dat? Je kan er veel mee. Het is in alle situaties handig. Lange afstand, korte afstand, mid-range. Je kan er alleen niet zoveel mee opblazen en zo. Dus in grote maps met voertuigen is niet altijd een hele handige klas. Maar voor de Operation Metro is Assault eigenlijk wel heel handig. Ja, daar heb je natuurlijk de engineers voor. Ja. Die kunnen opblazen. En bovendien, ik heb al de M230 of zoiets uitgespeeld. Dat is een inner barrel grenade launcher. Dat is op zich wel een flinke explosie. Het voelt niet helemaal realistisch. Maar op zich, het duurt meestal wat lang voordat het explodeert. Terwijl je toch vrij snel schiet. Ja. Ik vond het beter in Bad Company 2. Qua grenade launchers. Ja, dat gaf een beter gevoel, hè? Je had meer het gevoel dat je echt iets hebt als in je handen had. Ja, en je moet het switchen naar een ander wapen is gewoon heel raar, onlogisch. Wordt misschien beter in de echte game, hè? Nou, denk ik niet. Ik denk wel dat het echt twee verschillende wapens blijven. Ja, nee, dat wel, maar je had het ook over dat die explosies minder waren, toch, of niet? Ja, dat komt natuurlijk ook omdat er wat minder te sloop valt. Maar het is gewoon, op een of andere manier heb ik het idee dat het wat vertraagd is. Maar dat zou ook een beetje mijn idee kunnen zijn. En er is ook nog niet zoveel om op te blazen met de grenade launchers.
Dus echt, ze gebruiken het niet. In Operation Metro kan echt vrij weinig kapot. Ja, tenminste, vergeleken met Bad Company 2 maps en Battlefield 2 maps. Het eerste wat ik deed met die grenade launcher was proberen die poortjes in die metro kapot te schieten. Dat lukt. Ja. Dat viel echt heel erg tegen. Ja. Er kan echt weinig kapot en dat vind ik wel jammer van deze map. Ja, het is weer even wennen. Je had het toch ook helemaal aan het eind. Heb je nog wat van die huizen? Daar kan ook vrij weg. Alleen daarboven kan het kapot, maar daaronder kan niks kapot. Is wel spectaculair daar hoor. Ja, ik ben een keer door dood gegaan, hè? Gewoon door dat puin dat dan op de grond viel. Daar kan je gewoon door dood gaan, dat vind ik wel vet. Dat is op zich wel gaaf. Ik vind dat laatste deel, ja. Ik vind de map, is wel iets, voor mijn gevoel, wel een beetje in het voordeel van de verdediger. Ja, dat heb ik ook zeker. Ik win wel echt meer als verdediger. Maar dat komt ook omdat deze map best wel leent om te campen eigenlijk, omdat er dus zo vrij weinig kapot kan. Ach. En als defender werkt dat gewoon heel handig. Campen, ja. Het is gewoon een tactiek. Op zich, ik kan het nooit goed. Ik heb er nooit zo het geduld voor. Maar het leent zich om te campen. Het is... Nou, ja, een beetje. Maar dat doe je in principe eigenlijk altijd in elke map. Wel als je defender bent. Een beetje op dezelfde plaats. Ja, zeker. Ook bij die Amcom Stations, dan moet je ook eigenlijk wel. Want anders is het heel moeilijk te verdedigen soms. Ja, maar en sowieso. Meestal is het zo dat je vrij snel een granaat op het dak krijgt. Of, ja. Suppressive fire. Wat op zich best een leuke nieuwe functie is. Het duurt even voordat je een beetje door hebt hoe het werkt. Maar op zich is het wel gaaf dat je gewoon je teammaten kan ondersteunen door gewoon keihard salvo's. Hoe heet die dingen? Kogels op de vijand af te sturen. Ja, ik wou nog één ding zeggen. Wat vind jij van de sniper class? Want ik vind hem niet meer zo leuk eigenlijk. Ja, het is misschien iets te sterk. Je krijgt gelijk die semi-automatics. Die zijn toch vrij makkelijk mee te snipen. Ik ben persoonlijk meer van de bolt rifles. Maar dat is ook een kwestie van oefenen geweest. Zeker meer van de sniper rifles. Maar als je echt een beetje leert met die bolt action, dan is dat toch meer lonend. Want dan weet je gewoon, na één schot zijn ze meestal wel dood. Ja. Dat is toch wat minder met... Het kost wel heel veel tijd voordat je daar eenmaal goed in bent. Ja, dat verschilt natuurlijk ook wel weer een beetje per persoon, maar... Ja, je moet natuurlijk ook een beetje ervaring hebben. Ik vond sowieso bij een Battlefield eigenlijk meestal wel makkelijker vergeleken andere spellen. Ja. Ja, of het ligt meer aan de Xbox, want vroeger speelde ik vooral PC en... Daar komt PC-snipen is sowieso wel makkelijker, denk ik. Ah, dat is realistisch. Ook wel wat je gewend bent natuurlijk. Ja, ik heb nooit goed gesniped op PC. Het lijkt mij makkelijker met een muis, maar misschien heb ik het meer zo. Meer toeval. Ja, met muis lijkt me wel, maar dat komt gewoon omdat je wat meer oefent met muis. Omdat je dagelijks meer de muis gebruikt. Maar het gaat voor 3, dus op zich. Het is niet zo. En je kan apart unlocken per wapens. Ja, dat is een beetje vaag en het is niet gek dat het dan rond uur duurt voordat je iets hebt geunlocked. Ja, zo kan ik ook veel tijd in een game krijgen, inderdaad. Als je unlockt ook voor elk wapen precies dezelfde. Bipods, lampen, red dots en zo. Het is allemaal hetzelfde, alleen je unlockt het apart per wapen. Ik vind dat wat minder. Maar volgens mij zijn we zo al bijna bij het einde van het filmpje. We hebben nog 2 minuten te gaan. Oh. Oké. Okay, maar, Toch door. Ik vind toch... Je hebt ook zeg maar die red dots en holographics. Ik vind het een beetje hetzelfde hoor. Ja, en je hebt red dots, dan heb je er ook gewoon meteen een stuk of 10 verschillende, hè? Ja, heel veel verschillende scopes. Per wapens. Dat is per wapen een beetje wel. Je hebt meestal maar 1 echte red dot en 1 holographic, 1 IRV. Dat is trouwens wel gaaf, die infrarood scopes. Het is alleen een beetje moeilijk, want dat puntje is ook groen. En het grootste deel van de omgeving is ook groen. Dus dat is een beetje moeilijk mikken. Ja, ik heb zelf de infrarood nog niet unlocked. Maar jij hebt hem wel, hè? Ja, ik heb hem voor de assault class. Hij lijkt mij wel handig. Want je kan in één oog zien waar de vijand is. Vijand zie je best wel heel erg snel. Maar wat dus het nadeel is, is dat je je puntje een beetje... Ik raak persoonlijk mijn punt vaak kwijt. Maar als het punt dan weer over de vijand heen gaat, die rood is... Dan is dat heel zichtbaar, dus op zich... Zeven. Ja. En de bewegingen, die zijn mooi. Die vind ik echt vet. Ja, dat is op zich wel gaaf. Want dat is eigenlijk altijd al bij first-person shooters, bij elke, dat het toch beetje wel een beetje houterig. Het klopt niet helemaal. Iedereen is heel stijf. En beetje als een Lego-poppetje bewegen. Ja, dit is nu wel echt mooi gewoon. Het is wel... Ja,
Echt zo hoe je over hekjes heen springt en je gaat zo liggen en dan met je handen langs de Andere grond. Ik kant. vind het echt heel vet. Ik was heel bang dat over een hekje heen springen een beetje moeizaam zou gaan. Ja, dat je dan even stopt of zo. Ik vind het meevallen. Ja, ik ook. Maar we zijn weer bij het einde. Dus er komt vast nog een part 3. Later. Hoi.